Op dinsdag 7 maart werd in wijkaccommodatie De Wester aan de Havikstraat in Mil een tentoonstelling geopend van de hobbygroep Schilderen van het Hobbycentrum uit Mil. Dit is hun 10e tentoonstelling. Deze keer houden ze hun tentoonstelling samen met de hobbygroep Fotografie van het Hobbycentrum. Het thema van deze 10e tentoonstelling is bloemen. Welkom allemaal bij deze opening van de expositie van het, ik wou zeggen senior hobbycentrum, maar ik moet geloof ik tegenwoordig zeggen van het hobbycentrum. Mijn naam is Peter Beijers en ik ben door Marjan gevraagd om iets te zeggen bij deze fraaie opening. En een van de redenen dat ik dat mag doen is dat ik zelf iets met fotografie heb. Iets minder met schilderen moet ik zeggen, maar ik ben wel bij jullie op bezoek geweest. Maar ik ga vanavond proberen iets over bloemen te zeggen. Want dat is zeg maar het thema van de expositie en nog veel scherper. Het zijn zelfs bloemige bloemen die hier vanavond hangen. En toen ik mijn speech ging voorbereiden, dacht ik, ja, wat zeg je nou over bloemen? Want ik ben opgegroeid met de slogan, zeg het met bloemen. Jullie allemaal, als ik zo naar de leeftijd kijk, zo ongeveer rondkijk, het zijn allemaal opgegroeid met die slogan. Maar wat zeg je nou eigenlijk met bloemen? Ja, als je nog jong bent, rond de 20, dan, en je bent verliefd of verloofd, dan kom je met zo'n boeket bloemen bij je vriend of vriendin aan. Dat was wel duidelijk, hè? Want dan wil je de liefde uitdrukken. En als je dan wat langer in een relatie zit, dan ontstaat er een zekere routine. Dan ga je elke zaterdag met een boeketje bloemen van huis. Misschien niet zo'n groot boeket meer, maar een klein boeketje van de markt misschien nog wel. Tenminste, dat deed mijn vader altijd. En als de relatie al erg lang gaande is, dan komt er zo'n moment waarop je met een bosje bloemen naar huis gaat als er iets niet goed is gegaan. En dan krijg je ook zo de vraag, moet je iets goed maken als je met een boeket bloemen aankomt? Als je in dat stadium bent, nou, dan moet je langzamerhand weer gaan nadenken, wat wil ik nou met die bloemen doen? Dus, maar ik heb begrepen dat jullie met z'n allen, zowel de fotografiegroep als de schildergroep, zich heeft laten inspireren bij Ralf en Bianca Berends. Ik zag Ralf net, maar ik weet niet waar hij gebleven is, maar hij zit achter in de zaal volgens mij, ja. En dat jullie daar met koek en koffie onthaald zijn, en dat kan ik me wel zo voorstellen, ik mag ook wel eens een bloemetje kopen in de winkel. En dat jullie daar veel inspiratie hebben opgedaan om uiteindelijk mooie schilderijen te maken en met fotografie aan de slag te gaan. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Ik moet eerlijk bekennen, en Ralf weet het misschien nog, ik was dit jaar, of eigenlijk vorig jaar in november, in de winkel, want ik moest een bosje bloemen halen voor mijn vrouw, die was jarig. En toen vroeg ik nog aan Ralf, kun jij die datum niet onthouden en me elk jaar gewoon een appje sturen dat ik hier op tijd ben. Want dat ik op tijd met zo'n mooie bos bloemen weer naar huis ga. En hij heeft mij beloofd dat hij dat zou doen, dus ik ben wel benieuwd hoe dat dit jaar gaat. Ik heb begrepen dat jullie begonnen zijn in 2012. En Marjan vertelde tegen mij, dit is dus de 11e expositie. Ik heb het vanmiddag nagerekend, maar dat is niet waar. Het is pas de 10e keer, want het is eigenlijk een soort jubileum, hè, want rondom corona is er dus één jaartje overslagen geweest. En het bijzondere van deze expositie is dat hij niet in Millersweert is. Daar hebben ze allemaal stoelen in de gang gezet, dat is niet slim natuurlijk. Het was eigenlijk een hele mooie plek voor expositie, maar in wezen is dit een nog een veel mooiere plek. Want aan de buitenwand van dit pand, en dat weet iedereen wel natuurlijk, daar hangt een fraai schilderij of een fraai kunstwerk, moet ik zeggen, van Kees Bastiaans. Dus eigenlijk vullen jullie de binnenruimte van Kees Bastiaans op. Nou, wat is er dan nog mooier dan van de beroemdste schilder van Mil om daar een bijdrage aan te mogen leveren. En ik wil ook afronden met zowel Marianne op deze plek te danken voor de inspiratie voor de schildergroep en hen dames voor de inspiratie voor de fotogroep. En jullie allen oproepen ter gelegenheid van de opening van deze expositie. En ik ben het niet vergeten, Marianne, om naar de bar te gaan, daar een drankje te halen. Dan schuiven wij zo dadelijk de bloembak hier aan de kant en dan kunnen we al het moois dat een plek aan de wand gekregen heeft bewonderen.